Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een top 10 met Catrice producten voor je. Ik vond het wel eens tijd om Catrice in het zonnetje te zetten, want Catrice wordt net als Essence iets duurder, maar ook steeds beter. De kwaliteit gaat echt vooruit en dan heb ik het vooral over de producten van het vaste assortiment. Over de limited editions van Catrice kan ik niet zo naar huis schrijven, maar de producten uit het vaste assortiment zijn top. Overigens ook niet allemaal, maar alle 10e producten die ik hier laat zien, vind ik heel erg top en heel erg fijn. Ik heb het meeste ook op mijn gezicht vandaag en ik heb gewoon heel veel zin om dit met je te delen. En dat ga ik ook lekker doen. Laten we gewoon beginnen met de allereerste top. We beginnen uiteraard bij de basis. Ik ben niet zo fan van de primers van Catrice, maar ik moet zeggen dat ik ze sinds de laatste assortimentwisseling niet meer heb geprobeerd. Dus misschien zijn die heel erg goed, dat weet ik niet, maar ik heb ze nooit geprobeerd. Mijn favoriete foundation van Catrice is de All Matte Plus Shine Control. Dit is dus, wat het al zegt, een matterende foundation die mijn gezicht heel de dag mat houdt, heel de dag mooi op zijn plek blijft zitten. En ja, ik ben er dan ook groot fan van. Ik heb hem nu ook op. Hij matcht mooi bij mijn huid, bij mijn nek en bij mijn handen. En dat vind ik gewoon hartstikke fijn. Hij brengt hartstikke makkelijk aan, wat natuurlijk ook een plus is als je een foundation ja, snel wil gebruiken. Voor dagelijks gebruik is deze dan ook heel erg geschikt. Er staat op dat hij, tenminste op zijn vorige stond, of staat er op die, oh ja, dat hij 18 uur moet houden. Dat doet hij niet, maar dat doet bij mij geen enkele foundation. Maar houdt het wel gewoon een hele werkdag goed vol. En gezien ik heel erg fysiek bezig ben, ik ben verpleegkundige, is een foundation die, als ik fysiek werk, het houdt gewoon heel erg welkom. En dat is deze. Dus dit is echt een aanrader. Dan heb ik een losse poeder van Catrice. Deze heb je al vaker voorbij zien komen. Heb je me al heel vaak over horen praten. En dat is het ook echt waard om erover te praten. Want hij is gewoon echt heel erg top. Dit is de Catrice Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. Dit is dus een losse poeder. En ik vind hem vooral heel erg fijn om op mijn beauty blender te doen. En dan mijn concealer mee ja, te zetten, zeg maar. En ik doe dan een flinke dot onder mijn ogen. En de rest wat over is, blend ik zeg maar uit over de rest van mijn gezicht. Soms pak ik nog een beetje poeder bij voor op mijn voorhoofd, omdat dat sneller gaat glimmen. En dat is voor mij de meest fijne manier om poeder aan te brengen. Vind ik fijner dan een vaste poeder. Hoewel ik die ook gebruik hoor. Maar deze is heel erg fijn. De losse variant. De vaste variant van Catrice heb ik ook gehad. En ook meermaals opgemaakt. En die vind ik ook heel erg fijn. Maar ik prefereer persoonlijk de losse. Als je er niet mee kan werken, ga gewoon voor de vaste. Ik bedoel, ja, het is net wat je voorkeur is. En dit is, heeft mijn voorkeur. Omdat ik het idee heb dat mijn huid er ook net ietsjes matter door blijft. En dat is fijn. Dan bronzer. Mijn favoriete bronzer van Catrice is deze. De Sun Glow Matte Bronzing Powder Water Resistant en Medium to Dark Skin. Laat je niet afschrikken door de naam Medium to Dark. Want ik gebruik deze en die is voor mij hartstikke goed. Voor mijn lichte huid is deze gewoon hartstikke goed. Het is niet helemaal eenduidig, want Sun Glow Matte Bronzer. Is het nou glow of is het een matte bronzer? Ik zou bijna stellen mat. Maar ik snap wel wat ze bedoelen met de glow. Er zit, ondanks dat die mat is, iets van een glow in. Dat is heel raar uit te leggen. Maar misschien als je de close-up ziet, dat ik hem, als ik hem aanbreng, dan snapt wat ik bedoel. Ik gebruik deze bijna iedere dag. Ik wissel hem af met die van Galen. En dat wil heel wat zeggen, want die van Galen is mijn jaarlijkse favoriet. Die heb ik het afgelopen jaar het allermeest gebruikt. En sinds ik deze heb gekocht, sinds een nieuwe assortimentwisseling, volgens mij is deze kleur toen nieuw in het assortiment gekomen, heb ik heel erg veel afgewisseld om en om met die van Galen, met deze. Dus dit is ook een aanrader. Dan de nieuwe blushes van Catrice. Oh mijn god, deze zijn goed. Ik ben hier zo weg van. Catrice Blush Box Sweat & Waterproof is deze. En dit is de kleur Golden Coral. Hier heb je me ook al vaker over gehoord. Heb ik heel vaak gebruikt in budget looks of in ook in een nieuwe testvideo waarin ik nieuwe Catrice producten aan het testen was. En dit is zo'n aanrader. Ik vind deze zo fijn. En ik zou er eigenlijk nog wel eentje bij willen kopen. Maar aan de andere kant heb ik genoeg blushes. Is het soort van, zeg maar, gewoon niet nodig. Maar ik vind deze zo fijn. Het is zo'n mooi, ja, warm koraalachtig kleurtje. Echt, ja, het geeft gewoon zo'n mooie glans aan je gezicht. Hij blijft ook echt heel de dag zitten. Of die waterproof is, weet ik niet. Want ik ben er nog nooit mee in het zwembad in gedoken. Ik doe nooit make-up op als ik ga zwemmen of zo. Of regen, ja, weet je. Ik kan daar gewoon niet zo heel goed over oordelen. Maar dat hij goed blijft zitten, dat is wel een feit. Het vijfde product alweer. Het was trouwens moeilijk om selectief te zijn. Want ik had zo een top 20 kunnen maken. Ik had bijvoorbeeld ook heel graag dat blush palette. De California in een box of zoiets. Met twee bronzers, twee blushes en een highlighter erin willen doen. Want die vond ik ook echt prachtig. En die gebruik ik ook heel graag en heel veel. En dan vooral de combinatie.
Maar ja, ik mocht maar 10 producten en ik moest dus kiezen. En ik vond deze blush, of blush, hoor mij nou, deze highlighter van Catrice het ook echt waard om erin te doen. Dit is de 3D Glow Highlighter en dit is de kleur Warm Embrace. Deze heb ik ook afgelopen assortimentwisseling gekocht en daar ben ik ook heel erg tevreden over. Hij brengt heel mooi aan, zowel met een waaierkwast als met een klein oogschaduwkwastje als met een gewone highlighterkwast. En ik vind hem gewoon hartstikke leuk. Hij is warm. Je hebt ook een roze variant en een zilveren ijzige variant. Nou ja, ik ben meer van de warme highlighters. Zo ik de laatste tijd ook wel weer wat meer koele highlighters gebruik. Maar goed, ik ben toch daar meer fan van de warme highlighters overal. En dit is gewoon een hele goede aanrader. Hij is wel wat poederig in de pen. Maar op de wangen heb ik daar verder geen last van. Ik moet wel zeggen dat hij iets minder goed blijft zitten dan dit. Of dan deze. Maar ja, weet je, dan werk je hem een keer bij. Ik geloof dat die 5 euro kost of zo. Waar hebben we het over? Spotje goedkoop gewoon. Dan hebben we de oogjes. Eigenlijk het enige product wat ik niet in deze make-up loop heb gebruikt, is het oogschaduwpaletje. En dat komt omdat dit geen op zichzelf staand palet is. Dit zijn 4 losse pennetjes. Je kan zo'n 4 ding kopen, zeg maar. Zo'n 4 luikje. En dan kun je dan losse pennetjes in doen. Ik heb gekozen voor deze 4 kleuren. En omdat ik zeg maar hier 2 looks mee kon maken. Een paarse look of een oranjeachtige look. En dan die in de crease of als overgangskleur. En dan die op het ooglid. En ja, dat vond ik gewoon leuk om dat te doen. Ik geloof dat dit 1 assortimentwisseling geleden, niet de afgelopen, maar die keer daarvoor, dat ik die gekocht heb om te testen. Daar zit een spiegeltje in. Je kan ze er ook weer uitklikken, die oogschaduws. En ik vind de mono's van Catrice sinds ze dit systeem hebben echt ontzettend vooruit gegaan. Ik vond de mono's van Catrice nooit zo bi. Maar sinds ze dit systeem hebben zijn de mono's ook vernieuwd en vind ik ze weer ontzettend goed. En dat was van tevoren niet. Ik vond van tevoren een beetje niet slecht, maar ook niet goed. En je had voor 4 euro of voor 3 euro per oogschaduwpen had je betere opties. Of voor 2 euro meer had je nog betere opties. En sinds dit vind ik ze weer zo goed en vind ik ze weer zo fijn. En ik had het ook niet verwacht dat ze het zo goed zouden kunnen verbeteren, zeg maar. Want Catrice is geen oogschaduwkoningin. Voor oogschaduws moet je niet bij Catrice zijn. Sorry dat ik het zeg. Maar hiermee hebben ze zichzelf echt weer overtroffen. En dat maakt me gewoon heel erg blij dat dat weer een stap in de goede richting is. Dus dit is ook een aanrader. Ook leuk dat Catrice eraan meedoet dat je het zelf samen kan stellen. Essence ging ze natuurlijk voor. Heel veel andere merken gingen ze voor. Maar ja, Catrice is er nou ook mee begonnen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dan hebben we een mascara van Catrice. De Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara. Waterproof. Ik heb toevallig de waterproof versie. Ik heb de gewone versie die niet waterproof is nooit geprobeerd. Maar deze is echt top. Je krijgt echt ontzettend veel volume, ontzettend veel lengte. En hij is toch nog geschikt voor dagelijks gebruik. Dat je niet zeg maar wimpers tot aan, van hier tot aan de camera hebt ofzo. Weet je wel? Want dat vind ik ook weer niet fijn voor dagelijks gebruik. En deze zit er precies tussenin. Je hebt echt wel mascara's die meer volume geven. Maar voor dagelijks gebruik is deze ontzettend goed. En hij is ook gewoon echt waterproof. Ik heb een keer een jankbui hiermee gehad. En hij heeft het gewoon overleefd. Ik wreef. Ik denk mijn make-up zou wel tot op mijn enkels zitten. Maar niks was minder waar. Want hij zat gewoon nog ontzettend goed. Mijn oogschaduw was wel uitgelopen. Maar mijn mascara zat nog goed op zijn plek. En dan vind ik je ook gewoon top als je belooft waterproof te zijn. En je bent ook waterproof. Dan ben je gewoon mijn held. En dat is deze. En dat doet deze. Hetzelfde geldt voor het product wat daarna komt. Dat is een product wat ik al heel vaak opnieuw gekocht heb. En speciaal voor deze video heb ik het nog een keer opnieuw gekocht. Maar hij is totaal uitgedroogd. Hij is absoluut niet zwart. En ik kan me herinneren dat ik heb deze al 2 of 3 keer opgemaakt. Dit product al heel lang geleden wel. Dat deze het beter heeft gedaan. Dus ik ga daar even terug naar de kruidvat. En ik ga even een nieuwe halen. Want dit product is van zichzelf gewoon ontzettend goed. Dat deze niet goed is wil niet zeggen dat geen van die producten goed zijn. Maar dit is de eyeliner pen waterproof en met veldtip voor precise line. Nou, je kan er inderdaad heel erg precieze lijntjes mee zetten. Normaal gesproken is hij echt intens zwart. Niet waterig, niet weet ik veel wat. Gewoon heel mooi zwart. Ook niet dat hij gaat brokkelen of zo. Dat doen sommige eyeliners nog wel eens halverwege de dag. Dat je dan zo'n crack effect krijgt, zeg maar. Dat doet deze niet. En ook deze is echt waterproof. Ik had toevallig allebei deze 2 op. Gedurende de jankbui. En ze bleven allebei goed zitten. Nogmaals, mijn oogschaduw zat tot mijn oren en mijn kin en mijn nek en zo. Maar deze 2 bleven echt geweldig goed zitten in combinatie. En dit zijn dan ook allebei hele goede aanraders. En deze ook
dat deze niet goed is. Nogmaals, wil niet zeggen dat geen van die producten goed zijn, want deze is normaal wel goed. We hebben nog twee lipproducten. Ik heb hier de Catrice Prisma Lip Glaze. En dit is toevallig de kleur Beetlejuice. Ik heb een andere kleur ooit opgemaakt. Ik weet alleen even niet, was dat niet Princess Peach of zo? Die ik heb opgemaakt, volledig opgemaakt. En dat wil wat zeggen als ik lipgloss opmaak. En dat komt omdat dit gewoon hele fijne mooie lipglossjes zijn. Eigenlijk is deze nog iets mooier met een lippotloodje eronder. Maar ik heb hem zo in de close-up gedragen. En dan vind ik hem ook gewoon heel erg mooi. Je zou hier nog best mee kunnen gaan werken, want het is toch nog wel een beetje doorzichtig. En toch heeft het voldoende kleur. En ik wil eigenlijk die Princess Peach, waarvan ik meen dat Princess Peach was, nog een keer opnieuw kopen. En dat zegt wel wat. En ik heb ook nog een andere kleur, een beetje een witpaarsige kleur, wat ijzig. Zo'n holografische kleur. En die vind ik ook echt super mooi. En ik draag deze allebei heel erg vaak. Zowel die holografische kleur als deze kleur. En ik hoop echt dat ze er voorlopig niet uitgaan. Want dit zijn echt wel hele fijne lipglossjes. Ook als je geen lipgloss fan bent. Want ik ben eigenlijk helemaal geen lipgloss fan. Ik ben echt een diehard lipstick lover. Maar deze vind ik echt heel erg fijn. Ondanks dat ik geen lipstick fan ben. Dan tot slot, ik moest van mezelf één lipstick kiezen, want ik had er heel veel lipsticks in willen doen. Ik had die Prism Chrome erin willen doen, die glanzende zeg maar, met zo'n mooi effect. Ik had die gewone Ultimate Color Line erin willen doen. En ik had deze erin willen doen. En dit is de Ultimate Matte Line. Even jeuk aan mijn neus, niet in mijn neus, maar onder mijn neus. De Ultimate Matte Line. En ik heb er echt een willekeurig kleurtje uitgepakt. Want ik vind al deze kleuren mooi. Ik heb nog een donkere bruine. Ik heb een beetje een nude-achtige kind of sexy kleur van MAC, zeg maar. Ik weet niet of je die lipstick kent, maar zo'n kleur is dat. En ik heb een rozige en ik heb heel veel verschillende van deze. Ik denk dat ik van alle lipstiften die ik heb op die van MAC na wel het meeste van Catrice zijn. En die van Essence vind ik ook echt heel erg goed, die vernieuwde. Maar dit is kleur Topless in Love, meen ik. Ja, Topless in Love, dat weet ik gewoon uit mijn hoofd. En dit is echt een ontzettend mooie kleur. Het is de kleur die ik nu op heb. Ontzettend chic. Het maakt je tanden wit. Het staat heel volwassen. Het staat heel vrouwelijk. En ja, ik hou daar wel van. Ik denk dat jongere kijkers misschien dit niet zo mooi vinden. Maar ik wel. Ik ben hier weg van. Waren dit alweer mijn top 10? Was dit alweer mijn top 10 met mijn favoriete producten van Catrice? Ik had er nog veel meer kunnen doen. Ik had de top 20 en top 30 zelfs kunnen maken. Want Catrice gaat heel erg vooruit met de producten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Eén druk op de rode knop. En je bent geabonneerd. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En graag tot de volgende keer.